De Nationale Veteranendag wordt landelijk zaterdag gevierd als eerbetoon aan militairen die zich hebben ingezet voor de vrede. De Veghelse veteranen kwamen vrijdag al bij elkaar. De bijeenkomst begon met een herdenking bij het monument in de Kolonel Johnsonstraat in Veghel. De gemeente Veghel is de veteranen dankbaar voor hun inzet. Heel veel mensen in Veghel, in de gemeente Veghel, die hebben gevochten voor onze vrijheid. En dat is gebeurd destijds niet alleen in de Tweede Wereldoorlog, maar dat is ook gebeurd in Indië. Maar daarna zijn er ook nog heel erg veel uitzendingen geweest. En ik denk dat het goed is stil te staan bij wat zij voor ons gedaan hebben. Er zijn ook mensen daar gesneuveld. Dat waren de kameraden van de mannen die hier nu staan. Maar onderschat ook niet wat de mannen die hier staan hebben meegemaakt. En ik vind het belangrijk dat wij via een Veteranendag daar respect en waardering voor hebben. Een boodschap die de veteranen onderschrijven. Dat betekent voor mij een stukje erkenning, waardering voor de militairen, jong en oud, die uitgezonden zijn. In dienst van het vaderland wilden zij vrede brengen. Maar wat zij meemaakten, kunnen ze bij thuiskomst vooral delen met lotgenoten. In Nederland en Afghanistan is weer het van een verschil, maar je moet er door in, dus je past je eigen maar gauw aan. Een veteraan is voor de meeste mensen een ouder iemand. Het woord veteraan, dat is een beetje een oudbollig woord. Een veteraan, dan denk je al gauw aan oud iemand. Maar dat hoeft dus niet per se. Maar dat is gewoon de erkenning, waardering voor de uitgezonden militair. En dat ze daar het woordje veteraan aan vastmaken. Ja. Jan van Antwerpen is een oudere veteraan die contact houdt met de jeugd van de basisscholen. Die hebben het monument ook geadopteerd. Ook het grote Airborne Monument hebben ze ook geadopteerd en die doen dat elk jaar goed. Wij gaan dan ook als veteranen ook een middag in de dodenherdenking, en 4 mei, gaan wij daar ook een les geven, dan vertellen hoe wij vertrokken zijn. Ja, die gruweldaden die we nu van de dag te halen, want die zien ze al een dag op televisie. Dus, ja. Is de jeugd geïnteresseerd in het oorlogsverleden? Sommigen wel, ja. Sommigen. Er zijn er enkele bij die op straat tegenkomen dat ze een goede dag zeggen, hé Jan, of zo, weet het niet. Maar nee, die interesse in die jeugd met het oorlogsverleden. Maar er is ook contact tussen ouderen en jongere veteranen. Nou, we hebben vooral over de dingen die ze vroeger hebben gehad en de dingen die we nu hebben. En dan proberen we daar een beetje te vergelijken en te praten daarmee van hoe dingen nu gaan vergeleken met toen. De herdenking in Veghel is traditioneel een dag voor de landelijke herdenking. Ja, die reden is heel erg praktisch, zodat mensen ook in staat worden gesteld, als ze dat willen, de Landelijke Veteranendag te bezoeken. Zodat ze niet hoeven te kiezen tussen Veghel Veteranendag en de Landelijke Dag.